Goedemiddag, welkom bij nieuwe Simon Says. Het is maandag. Nou, of jullie zullen misschien aan het carnavallen zijn of carnaval gehad hebben, Valentijnsdag, noem het allemaal maar op. Maar fuck it, het is gewoon maandag en dat betekent dat er ook weer een nieuwe Simon Says vlog moet komen. En dat is dus vandaag. En ik wil het over iets hebben wat ik vrijdagavond had. En vrijdagavond zat ik in een soort bui en ik merkte dat ik de laatste tijd, zeg de laatste 2 maanden misschien wel zelfs, zo af en toe heb je van die periodes en dan heb je dat je het even qua game zeg maar eventjes niet meer ziet zitten. Dat je denkt van je wordt niet echt meer enthousiast van nieuwe aankondigingen. Je gaat steeds een beetje sceptischer naar dingen kijken en een beetje, misschien zelfs wel een beetje zurig. En nou hoor ik jullie meteen allemaal denken, oh, daarom zit je op de order te bitchen. Nee, dat is gewoon feiten zijn feiten. Alleen ik merk dat ik niet meer zo enthousiast ben om een game aan te slingeren. En om echt lekker een avond te gaan gamen en zak chips erbij, cola, alles, helemaal de hele nacht door te gaan. En dat heb je soms. Ik weet niet of het ook een ding is van, zeg maar, gamers. Of dat het meer een ding is van, zeg maar, game recensenten. Ik bedoel, kijk, als wij gamen, heb je een beetje beroepsdeformatie dat je, als je naar games kijkt, dat je dan kijkt naar de game. Ook kijkt naar, oké, wat doet het en hoe is het en hoe is het verhaal, hoe werkt dit, waarom vind ik het tof, wat wil het zeggen, wat is de plek van deze game in de huidige game-industrie. Dat heb je. Dat zelfs filmrecensenten kunnen ook niet meer blanco naar een film gaan, zeg maar. Terwijl ik dat bijvoorbeeld weer wel kan. En ik weet dus niet of het daar een beetje mee te maken heeft, dat je dan zo af en toe een beetje iets te veel verzand in de rol van de criticus. En dat je ook minder enthousiast wordt van dingen. Aan de ene kant zou ik zeggen, ja, dat heeft mee te maken. Aan de andere kant denk ik, ja, we spelen zoveel games. En natuurlijk heb je altijd eventjes je periodes in je hobby. Dat je een soort van pieken en dalen hebt. En dat je echt één keer zo bam bam, hele week achter elkaar enthousiast in een game zit. En daarna wordt het wat rustiger, andere dingen gaat doen. Voetballen, breien, weet ik het wat. Anyways, ik zat een beetje in die fase, merkte ik. En dat komt omdat er natuurlijk niet echt games uitkomen waar je warm voor loopt. Ik heb ook de hele tijd, ik ben inmiddels gestopt, wel een beetje met Destiny. Vorige week heb ik eigenlijk mijn laatste dingetje gehaald. Mijn tweede personage naar 32 gehaald. En ja, alle wapens die ik wil hebben, die heb ik. Dus ik ben een beetje klaar met wat Destiny mij te bieden heeft. Want het is eigenlijk niks meer. En dan kijk ik terug en dan zie ik dat ik maandenlang echt bijna alleen maar Destiny heb gespeeld. En dat daardoor misschien ook een beetje gekomen is dat ik een beetje lam geslagen ben qua games. En ik was dus, ik zat vrijdagavond thuis. En ik was met meisje, ik zat op de bank en ik ging een filmpje aanzetten. Dus ik pakte mijn laptop en die laptop opende Steam. En dat deed hij per ongeluk. Ik zou mezelf niet omschrijven als een Steam man. Ik game sowieso heel weinig op PC. Heel weinig op laptop. Maar ik zag op Steam van aanbiedingen. Point and click, mystery games. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel, dat is mijn ding. Weet je, point and click en adventure is shit waar ik mee opgegroeid ben. Dat is wat ik vroeger speelde. Dat zijn een beetje de eerste games waardoor ik echt enthousiast werd voor gaming. Weet je, Phantasmagoria, dat soort dingen. Dat is eigenlijk mijn begin geweest. Nu zat ik dus even te kijken in die hele pagina met Steam sales. En ik weet dat de Steam sales zijn ook een ding. En ook iets wat ik nooit begrepen heb, wat ik nooit gedaan heb. Voor die mensen die alles zo, oh, sale, 2 euro, 3 euro. En uiteindelijk een hele lijst neerflikkeren en kopen en noem het dan maar op. Maar ik zag ze dus staan en het was precies mijn genre. En er zaten zoveel titels tussen die ik niet kende. Sowieso alle delen van Broken Sword zaten erbij. Nou, die ik echt, ik bedoel, Broken Sword 1 heb ik op, zeg maar, iPad, DS, PC, PlayStation 1 en Broken Sword 2 heb ik ook op al die dingen, weet je. Je kunt geen Broken Sword versie vinden die ik niet heb. Dus daar liep ik niet echt warm voor. En ik zag ook L.A. Noir en Alan Wake ertussen staan. Vooral Alan Wake vind ik ook heel tof. Maar ik zag dus talloze games staan die ik niet kende. En ik heb The Vanishing of Ethan Carter gerecenseerd afgelopen jaar, ook in 2014. Ook een mystery adventure. Niet point and click, maar wel in diezelfde levensader, zeg maar, van mystery games. Het had ik ook samen met een meisje gedaan en ik dacht van, nou, weet je, misschien kunnen we even een nieuwe toffe game vinden. Want ze kent eigenlijk nooit helemaal niks. En heel af en toe, ik dacht, nou, laat ik er een uitzoeken. En ik ging door de trailers heen kijken van allemaal games die ik zelfs niet ken, maar ik nog nooit van gehoord heb. En ik zag bijvoorbeeld een trailer van een game die Lifeless Planet heette. En het was een trailer die echt extreem overtuigde. En terwijl de game echt heel kuttig uitzag, maar ik dacht, hier zou iets achter kunnen zitten. Het is echt een knijterharde indie game. Eentje die een bijzondere beleving moet opleveren, maar waarvan de gameplay eigenlijk kut is. En ik ben al niet zo'n super groot fan van indies, maar op een of andere manier
ja, ging er iets, er was iets bij me. Het maakte iets los, weet je wel. En ik zag Wolf of Manga staan, die ik al heel lang wil spelen, nog steeds niet gedaan had. Die was een aanbieding 50%. Ik denk, fuck it, die gooi ik in mijn winkelwagen. Die Lifeless Planet heb ik erbij gegooid. Ik zag allemaal games Blackwell. En dan Blackwell Unbound, Blackwell Legacy, Blackwell weet ik het allemaal wat. En ik weet het niet, man. Ik ging die trailers kijken en ik vond het zo fucking tof. En ik merkte weer dat soort van, dat waakvlammetje wat je passie voor games is. Wat soms echt een fucking soort van vuurzee is. En soms is het ook gewoon in december, januari vaak, is het een beetje dat waakvlammetje dat aangewakkerd moet worden door nieuwe vette games. En in mijn geval was het dit gewoon die hele, die oude shit. Daar trailers van kijken. En ik heb ook Life is Strange, weet je wel. Die wou ik eigenlijk al downloaden op de PS4. Maar ik kon in de PSN store, wat natuurlijk één groot gedrocht is, alleen maar het complete seizoen vinden. En ik wou gewoon één aflevering. Ik dacht, fuck it. Maar anyways, ik ging in één keer allemaal weer trailers kijken. En niet eens van grote, vette hype games, weet je wel. Niet de Metal Gear of de Witcher trailers. Of weet ik het wat. Maar ik ging gewoon lekker die oude retro shit. En die Blackwell, ik heb er nog nooit van gehoord. Weinig van jullie denk ik dat de games kennen. Het is blijkbaar een hele serie van 4 of 5 delen. Het is pixelachtig. Het deed me denken aan Beneath a Steel Sky. Wat ik echt een gruwelijke game vinden. Ook een oude point-and-click game. Maar het staat lekker dat pixelachtige, maar toch was de muziek was goed. En de voice, ik weet het niet, want alles in die trailers. En ik merk nu ook weer, nu ik eraan terugdenk, dat ik onwijs veel zin heb om al die games die ik dus in het winkelmandje heb geflikkerd, te gaan spelen. En dat mijn hele passie weer aangewakkerd is. Ik vind het zo lekker en ik wil het even met jullie delen. En misschien ook wel aan jullie vragen of je herkent die momenten. Dat je even minder hebt, weet je wel. Dat je bijvoorbeeld net een nieuwe Zelda game binnen hebt en die ga je spelen en het is helemaal vet en hij is uit en dan daarna doe je even minder. Dan ben je even weer minder aan het gamen. Dat is eigenlijk de vraag, weet je, aan jullie ook. Of jullie deze periodes herkennen. Maar veel belangrijker nog dan die vraag, wilde ik even met jullie delen. Gewoon mijn hele, ik vond het zo lekker, jongen. Al die fucking oude games. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik, de deal was 24 uur en ik had hem nog niet afgerekend voordat de deal voorbij was. Aangezien nog even wilde kijken hoeveel de Wolf Among Us op het PSN-netwerk kostte. Dus uiteindelijk heb ik geen één van die games gedownload. Wat een beetje kut is. Zit me nu te bedenken. Het is een domper, eigenlijk wel. Ik had heel veel zin in. Maar ik ga wel Blackwell het eerste deel in ieder geval even downloaden. En even spelen. En ik wacht wel bij die andere games tot ze weer in de aanbieding zijn. Beetje een anticlimax. Maar ik heb er zin in. En ik heb zin in weer die oude shit te spelen, jongen. Fuck het maar. En de nieuwe games duren toch nog lang. En ze komen zo traag uit. Weet je, volgende week is er de Order. En ik weet, Ori en de Blind Forest komt eraan. Maar nou moet hij dat wachten op games. En dan krijg je al die remakes nog eens een keer. Ik ben gewoon, mijn waakvlammetje is weer aangestoken dit weekend. Door een hele hoop oud-uitziende games. Dat wil ik met jullie delen, man. En morgen gaan we natuurlijk over iets anders hebben. En woensdag is weer een vragenvuurtje. Dus stuur je vragen in naar simon6@insidegamer.nl. Welke vraag je dan ook maar hebt, mag overlopen gaan. Misschien wil je iets over Blackwell zeggen. Of weet ik het wat. Anyways, mag me in de comments of op mail. En laat even weten of je ook een soort van, ja, dips en dalen en bergen hebt in je soort van game passie beleving. Dat was het. Tot morgen.